Dit heet Schilder met Muze. De muze is nog niet erg te zien, maar dat gaat komen, hoor. En hoe ze elkaar dus in elkaar wandelen, dat weet ik ook nog niet hoe ik dat ga doen. Maar je moet wat avontuur overhouden natuurlijk. De muze is natuurlijk een sprookje, maar het sprookje is geweldig belangrijk. Iemand die je hand vasthoudt eigenlijk. Hallo. Een lieve, goede muze. Ha. Wie wil het niet in ons vak? Zo. Dan gaan we hem een beetje in inkt zetten. Een kleine probeertje. Zo, nu moet hij drogen, dan krijgt hij de imprimatura, hè? Dan zie je ook dingen die je vergeten bent, hè? Omdat er een concurrentie met die houtskolijnen waren. Hij heeft een goede kleur voor hem. Het wordt een romantisch schilderij. Thank you.
9 maart, vrijdag, dat is op 2012. Over imprimatuur gewithoogd met tempera. Ging wel goed. Voegde iets olieverfkleuring toe aan de witte tempera. Filmers krijgen nu het idee, notabene, het schilderij step by step tot het eind te blijven volgen. Dat gaan we niet doen. Ik word er nu al kriegel en het kan een werk alleen maar slecht beïnvloeden. Merci, hè? Ja, jee. Goh. Heb je soms leuke dingen in je hoofd, hè? En godverdomme, krijg je het niet uit je poten. Maar... Oké, we hebben nog een weg te gaan en dan kunnen we altijd weer ons herstellen. Kijk, het gekke is dat ik hier zo'n schetsje wat ik hier heb en wat ik dan dus het idee-schetsje noem, daar zit al een veel grotere intensiteit met niks. En een veel grotere vorm, in vorm driedimensionaal, dat ik hier aan het klooien ben. Maar goed, het is wel een mooie basis om door te gaan. Het kan allemaal mooier, toch? Maar goed, we blijven proberen, nietwaar? Ja. Oeps. Oké. Nou, maar hij komt wel hoor, hij komt wel. Ik heb nu al een reuze verlangen om daar olieverfkleur overheen te zetten. Maar dan moeten we eerst nog iets verder. Maar ik bedoel, het verlangen is er wel. Die muze staat er wel goed bij voorlopig, met heel weinig nog. Het is net of ze in zijn oor fluistert eigenlijk. ...15 maart, donderdag. Verder met schilder en muze. Toch weer in olieverf gehoogd. Langzaam krijgt het hoofd van de schilder vorm. Maar behalve dat ook een stijgering in het psychologische aspect. Ik zal met die witoging in olieverf nog even doorgaan, ook in de hand van de schilder, om daarna, na droging, nog één keer een halfdekkende glacis eroverheen te zetten. De muze is nu in het schilderij nog een achtergebleven gebied. Maar dat komt er ook aan. Zo gauw je dus hier een toets zet, zo. Dat betekent dat je dat gedeelte van je voorstelling naar voren trekt. En als dat niet nodig is, moet je hem temperen. Hè? Huh?
Zo krijgt hij, voor mijn gevoel, de juiste dictie qua vorm in het totaal. En daar gaat het om. Maar het gaat niet alleen om die vorm. Het gaat natuurlijk, zoals ik juist al zei, dat we met dit hele gedoe en dit werk, dus het oorspronkelijke bedoeling, het hoofd van zo'n man en de psyche daarvan, dat we dat dus helemaal in beeld krijgen. Daarvoor doe je deze klooierigheid natuurlijk eigenlijk. Ik bedoel, het is niet alleen om een vorm te maken, maar het is om het gebeuren binnen de voorstelling te verhevigen. Maar hij heeft er wel moeite mee, God hier en daar. Want je ziet dat hij toch wel ernstig twijfelt aan de toetsen die hij neerzet op dit doek. Angst ook van Jezus. Wordt het wel wat? En dat hebben we natuurlijk allemaal steeds. Gaat het lukken? Ja. Als hij moet kijken in een stukje wanhoop. Van ik doe dit, waar ik mijn afgrond, red ik het. Het is ook een oude man die zijn talent al lang verspeeld heeft misschien. Maar zij blijft helpen, leuk hè. Goed, ga ik even een slokje water drinken jongens. Potverdiep, dit is allemaal wat.